dat jullie het leuk vinden. Want ik vind het best wel gaaf. En Grand Lady is een beetje kwaad. Starstable, ik weet niet eens. En de lifehack is dus dat je bij de nieuwe stallen zoals deze, dat je net zoals Hero, je paard zijn hoofd over de stallen kan laten. Dat is ook best wel gaaf, vind ik. Dus dat gaan we nu even doen. En mijn beginnerspaard is uitgetraind. Maar ik hoop dat het een beetje heel werkt. Maar die is helemaal kwaad. Nou, dat laat ik lekker doen. Oh, ben ik hier slecht in. Is dat hier goed? Hopelijk is dit in één keer goed. En als jullie wat achtergrondgeluiden horen, dat zijn mijn zusjes of mijn vader. En dan gaan we nu even kijken of het is gelukt. Als jullie de video hebben gezien, dan weten jullie ook dat ik dit nu speel. Ik heet Hannah Summerford, ik ben level 10. En dat komt dus omdat ik 2 maanden star werd. Lucky Lion is mijn beginnerspaard. En zoals jullie zien is het nu gelukt. Hij heeft nu zijn hoofd gewoon over de velden. Alleen bij je beginnerspaard staat dus een full pet. Dat ook kan bij deze. Even een stal. Ik ben er heel lui in dus. Om het te kunnen moet ik echt fulltime starstable spelen dus. Maar dat lukt niet helemaal omdat hij af en toe twijfelt en over wat hij moet doen. Zo, paard kom hier. Je paard moet op dat grijze stukje zetten. Dan moet je afstappen. Is het eigenlijk al gelukt? Ja, het is gelukt. En dan moet je dus op je andere paard gaan zitten. En dan is de staldeur dicht. En dan staat hij als het goed is met zijn hoofd. Als je hem ver genoeg op zet, je moet hem echt op dit randje hebben. Dan staat hij dus, ja, alleen je begint het paard met de voet door de deur. Met zijn hoofd over de staldeur. Alleen deze heb ik een beetje te ver. Dat is een beetje. En... ja, we gaan nu ook even setjes maken. Want kijk, dit is dan nu wel een setje. Alleen mijn broek klopt dan niet, maar ik heb niet echt veel kleding. Qua dat. Paardje weer goed zetten. Is zo mooi. Zo, hier. En dit kan ik nog niet zo lang, maar dat wist ik dus niet dat dat kon. Dit is mijn beginnersoutfit. En ik kom even terug bij jullie als ik alles in mijn rugzak heb gedaan. Aan kleding. En dan zie ik jullie zo weer. Tot zo. Daar ben ik weer. Ik heb zoveel mogelijk in mijn rugzak geprobeerd te doen. Maar het jammer is dus dat je niet zo kan doen. Dat vind ik een beetje heel erg jammer. Maar we kunnen zo beginnen. Dus we hebben nu deze cap. En dit jasje. Oh. Mijn zadel, waar is mijn zadel? Mijn zadel. Oh, dat. Alles wil blijven hangen, dat is een beetje raar. Dus ik ga even kijken of ik nog een broek heb. Nee. Nou, ik heb hier gelukkig geen broek voor. Dus dan gaan we de volgende doen. Eerst even een cap zoeken. Ik heb deze jurk bij Spirit gekregen. Lucky jurk voor speciale gelegenheden. Het is een topje. Het is gewoon een t-shirt. De mooiste jurk van de hele wereld. Vooral voor als je de goede eerste indruk wil maken. En die heb ik dus gekregen omdat ik bij haar de eerste missie had gedaan op van Spirit.
Dus we gaan even kijken of we daarvan broek hebben. Die paars hoop ik. Ja, deze. Die hier. Ik ben er heel autistisch in, maar ik ben gewoon autistisch. Daar kan ik gewoon helemaal niks aan doen. Ik heb alleen geen roze handschoenen. Oh. Ik heb ook geen schoenen meer. Dus dan gaan we naar de volgende. Dit is een groene jas. Heb ik een groene broek. Ja. Eigenlijk moeten die handschoenen ruilen, denk ik. Laat even weten of ik deze handschoenen erbij moet doen of deze zwarte die ik nu aan heb. Ja, ik heb al geen schoenen meer. Even kijken, heb ik nog een groenachtige cap? Dat was trouwens, dit is trouwens een cap van paas kiphelm. Ik weet eigenlijk niet wat ik mee wil doen. Wat leuk waar die jurk uit maakt. Dit? Oh ja, dit is dat beter. Zo, die terug. En dan gaat die hier. En die hier. En zo doe ik dan altijd mee de kast. Dat zou ik ook even voelen met dit, want dit is ook gewoon een zootje. Is het altijd vervelend om zo'n respect te hebben. Oh, dat is ook zo'n paaszadel nog. Ik heb eigenlijk veel te veel spullen al. Even mijn huisdier terug doen. En helaas heb ik maar één huisdiertje. Een mooi konijntje. Kijk, hoe lief. En je koopt hem met starcoins en je kan er geen starcoins weer terugkrijgen. Dat vind ik niet jammer. Zo, we hebben weer een plekje vrij. Dit is gewoon... Groen. Nog lekker bij elkaar. Dit is. Welk teken is die? Oh. Die groen staat. Oh, dat is dat zesje, maar dat vind ik wel niet mooi. Dit is kleurrijk paars. Heb ik ook een kleurrijk paars deken? Oh nee, die niet. Ja, dat is één setje weer. En zo ga ik dan altijd mee de kast door. Ik heb dus nog heel wat te doen. En ik heb ook nog deze. Oh, bandages. Deze horen er ook nog bij. Die komen dan hier en dan heb je ook nog van zadeltasjes. En zo ga ik dan de hele kast door. En dit was eigenlijk al de video voor vandaag. Hij is een beetje kort. Maar ik ga nu mijn schema eens. Maandag tot zaterdag ergens in die richting kan er een extra video online komen. Zoals een vlog of iets anders. Maar vlogs kunnen ook gewoon andere dagen. Kan ook op zondag online komen. En zondag upload ik Star Stable Standard. Dat is dus dit. En ja, hier, jullie kunnen dit niet zien, waarschijnlijk deels niet zien, maar hier staat stal met verzorgen voor degene die dat niet weet. En ik heb 0 dagen, want dat kost Starcoins en dat heb ik niet. Ik zal het voor degene voor jullie ook even laten zien. Dit moet ik zo nog. En dit stukje ook. En zo ga ik dan mee de kast door. En ja, like deze video even als je hem leuk vond. Doe dat nog steeds. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer dan even hier beneden. En...